Nou, voor ons is het heel belangrijk dat kinderen op school ook bezig zijn met het scheiden van afval. Juist omdat de stad zo'n ambitieuze doelstelling heeft op het scheiden van afval. Op dit moment produceren we met elkaar 300 kiloton afval. Dat is 370 kilo afval per persoon per jaar. En daar scheiden we maar ongeveer 28% van, dat is 100 kilo. En dat vinden wij niet genoeg. Dat willen we omhoog trekken naar 65%. Ik denk dat de Designathon-methode een heel geschikte methode is om met kinderen aan het werk te zijn. Omdat we, dat heb ik vandaag gezien, eigenlijk in een hele korte tijd met kinderen hebben stilgestaan bij het onderwerp van wat is het eigenlijk. En we zijn gaan ontwerpen en we zijn gaan schetsen. En vervolgens gaat iedereen ook echt maken en testen of dingen kunnen. En die hele cyclus doorlopen met een groep op een dag. Ja, maakt dat je van de ochtend tot de middag gewoon tot een plan komt. Waarmee we straks de scholen kunnen overtuigen om het ook echt te gaan uitvoeren. Wat ik heel belangrijk vind is dat we de komende tijd in Amsterdam eigenlijk een heel goed en breed scholenprogramma krijgen waar zoveel mogelijk scholen aan mee willen doen. En natuurlijk op vrijwillige basis, waarbij afvalscheiden wordt geïntroduceerd in lesprogramma's. En als design thinking en Designathon methode daar onderdeel van kan zijn en kinderen ook echt het afvalscheiden en het er dingen van maken en dat leren kunnen integreren in hun les, knutselen, handen naar bijt, dan zou dat voor mij echt fantastisch zijn.